Niets Nieuwsflits van dinsdag 6 september 2011. Mijn naam is Siberen Runhaar. Vandaag werd bij Hogeschool Hasternbosch het nieuwe studiejaar geopend. De voorzitter van het college van bestuur, Dick Pauwels, hield een bijzondere speech waarin hij vertelde over de groei en de ontwikkeling van de instelling. Ook dit jaar is de instroom weer hoger dan de afgelopen jaren. En daarnaast worden er hard gewerkt aan twee nieuwe opleidingen. Aan de opening van het studiejaar hangt altijd een thema. En dit jaar is dat de complete nieuwe herinrichting van de schooltuin, ook een gevolg van de groei. De herinrichting is afgelopen zomer afgerond en binnenkort wordt er begonnen aan de beplanting van de tuin. De tuin moet een nieuw paradepaardje worden van de hogeschool. Er zijn kweek- en proefvelden, maar ook bosfeer, water- en wandelpaden. Een ontmoetingsplek midden tussen woonflats, kantoren, Avans Hogeschool en de groene driehoek Has den Bosch, Helicon en ZLTO. De nieuwe schooltuin van Hogeschool Has den Bosch is compleet heringericht en de aanleg ervan is in de zomer afgerond. De aanleiding van de herinrichting was het feit dat door de komst van Helicon 3000 vierkante meter schooltuin moest verdwijnen. Een wijziging in de plattegrond van de tuin was dus onvermijdelijk. Een lastige klus, want alle bestaande functies moesten teruggeplaatst worden in een tuin met minder oppervlakte. Het bijzondere aan de schooltuin is dat we 18.000 vierkante meter oppervlakte hebben waar we 1500 verschillende soorten planten, bloemen, bomen, struiken en heesters hebben. En het mooiste is, we zitten midden in de stad. Ik denk dat er in de omgeving van de bos op zulke kleine schaal niet zoveel planten en diversiteit te vinden is als in de nieuwe schooltuin van Has den Bosch. De nieuwigheden in de tuin zijn 10 ecosystemen voor de opleiding toegepaste biologie. Daar laten we op een klein aantal vierkante meters 10 verschillende ecosystemen zien, landschapjes, die overal in Nederland, verspreid in het land, aanwezig zijn. We krijgen voor de opleiding tuinbouw en akkerbouw krijgen we 4 plantenvijvers. Daarin gaan we groenten telen, zowel sla, koolsoorten, prei. Die komen drijvend op water met voedingsstoffen. Dat is op dit moment een nieuwigheid in de tuinbouw, teelt uit de grond noemen we dat. En wij gaan daarvoor 3 proefvelden aanleggen. Nou, het is een grote open ruimte. Met aan de ene kant het dominante gebouw van Helicon. Hè, een groot vierkant gebouw. Aan de waterkant staan een aantal flatgebouwen. Dus dat zorgt ook voor massa. En aan de parkkant en aan de kant van de Has staan ook een aantal bomenrijen en wat massa. Het opent open vlakte waarin we een aantal filosofie hebben toegepast. En dat is dat we van kleine bakken naar grote bakken gaan. Dus we gaan van klein naar groot. En we gaan van sortiment, vaste planten, van fijn naar grof, akkerbouw en tuinbouw. Nou, wat vind ik zo uniek aan dit traject? Nou, in ieder geval dat je als ontwerper niet zo heel vaak zo'n bijzonder ontwerp mag maken. Waar zo verschrikkelijk veel disciplines bij elkaar komen. Hè? Van vaste planten, kruiden, coniferen, heesters, tuinbouw, fruit, hagen, klimplanten, noem maar op. Alles wat maar in het groene vak is in te passen, dat bevindt zich in deze tuin. Er is op dit moment nog niet zo heel veel te zien in de schooltuin. De aanleg is af, maar de meeste planten moeten nog komen. De zomer is niet ideaal om te planten en de verwachting is dat de beplanting tegen november helemaal klaar is. Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar aan de gang in een sortimentstuin van 7000 vierkante meter en op een tuin- en akkerbouwveld van 4750 vierkante meter, omzoomd door natuur. En die natuur is heel geschikt om doorheen te wandelen. Heerlijk als je tussen de lessen door behoefte hebt aan een frisse neus. Eind november dus. Een volledig beplante tuin waar volgens mij goed vertoeven is. De redactie meldt overigens dat de opening van het studiejaar nog niet helemaal afgerond is. De aanwezigen wordt gevraagd naar de schooltuin te gaan, want daar wordt zo direct de bijzondere openingshandeling verricht door middel van het planten van een zeer zeldzame Australische boom, de Wollemi Pine. Docent Huub Bruens heeft deze oerboom tijdens een excursie naar Groot-Brittannië gekocht en meegenomen naar Nederland. Een woordvoerder van de hogeschool meldt dat ze zeer trots zijn deze boom in huis te hebben. Het zal één van de pronkstukken zijn van de nieuwe schooltuin.
Na het planten van de tuin hebben de aanwezigen de tijd om nog even rond te lopen onder het genot van een drankje te kijken hoe mooi de tuin geworden is. Dit was de Haspiets nieuwsflits voor vandaag. Ik wens iedereen een fijne dag en meer informatie kunt u vinden op de website van de Hogeschool. Fijne dag.